Dag en welkom bij weer een Spakenburg Nu. Met vandaag de volgende onderwerpen. Slag om het vrouwenhart. De sterkste man. Gokken en gamen. Gratis tickets. Van 22 februari tot en met 1 maart vindt weer de huishoudbeurs plaats. Een evenement dat heel populair is, omdat er zoveel te zien is en te beleven. Van 26 februari tot en met 1 maart is er dan ook nog eens de 9 maandenbeurs. Beide beurzen vinden plaats in de RAI in Amsterdam. We mogen nu tickets aanbieden. Heeft u interesse? E-mail dan naar rtv@omroepspakenburg.nl. Hierbij geldt wel, wie het eerste komt, die het eerste maalt. Dus wees er snel bij. Hella de Jonge, de vrouw van cabaretier Freek de Jonge, is ambassadrice van de stichting Hart voor Vrouwen. Zij heeft een documentaire gemaakt over hoe de gezondheidszorg omgaat met vrouwen. Deze documentaire is vanaf februari door het hele land te zien en op 5 maart komen Freek en Hella de Jonge naar Bunschoten-Spakenburg. Wilt u bij deze bijzondere voorstelling aanwezig zijn? Koop dan voor maar liefst €7,50 een kaart. U krijgt hiervoor een kopje koffie of thee en nog een consumptie. De rest van de opbrengst is voor de Hartstichting. Er is een trailer van deze film gemaakt. Cultureel café documentaire Slag om het Vrouwenhart duurt 1 uur en is te zien op donderdag 5 maart om 8 uur in Grand Café De Kooi. De inloop is vanaf 7:30. Na de film gaat Freek samen de discussie aan en stelt Hella een paar indringende vragen over dit actuele onderwerp. Kaarten zijn te koop via secretariaat@cultuurplatformbunschoten.nl. Zaterdag vond bij Sportcentrum Agilitas de 3e editie van de Sterkste Man van Bunschoten-Spakenburg plaats. Het werd een echte strijd die menig zweetdruppeltje uit de mannen perste. Ted van Dierme en Robin Bos vormden het scheidsrechtersduo. Uiteindelijk was er in elke categorie 1 die met de eer ging strijken. In de categorie onder 105 kilogram Joël Blom, nummer 2 Wim van de Groep en nummer 3 Dempsey Tamara. Boven de 105 kilogram op nummer 1 Jaap Griffioen, 2 Angelo van der Pas en op nummer 3 Joost Heutink. Maar voordat het zover was, moesten de heren zwaar werken. Hierachter is ook nog een tribune, dus hier kunnen jullie ook zitten. Vooral voor de dames leuk, als die mannen met hun kont naar jullie toe stappen. Heerlijk om hier weer te zijn. Het belooft dat vandaag, dames en heren. Het is een wedstrijd van formaat. 5 finalisten die ooit in de finale van de sterkste man van Nederland hebben gestaan. 8 deelnemers komen hier uit de buurt. Eendijk, Hilversum, Spakenburg. De zwaarste is 163 kilo zwaar. Oh. En de lichtste 85 kilo. We hebben dan ook 2 klasses, van onder 105 kilo en boven 105 kilo. Ik wil even 2 mensen als eerste voorstellen, dat zijn de scheidsrechters. Dames en heren, Robin Bos. En allemaal bekend hier uit Bunschoten-Spakenburg, Ted van Dierme, ook een oud deelnemer sterksman. Ja, ik ben Dennis Breuskom, als jullie mijn naam niet wisten. Ik heb ooit ook wel eens wat in sterksman gedaan. Dat is heel lang geleden. Ja, kom op, trek ik. Kom op. Moet je het
ook nog wat tuin over. Kom op, kerel! Was Feite Hofman aanwezig bij de Moedige Moeders om informatie te geven over de gevaren van gamen en gokken. Samen met Marcel van Kopenhagen is hij verbonden aan de instelling Pas op gamen en gokken. Emmy sprak na afloop met hem. Feite Hofman, jij bent één van de mensen die hier bij de Moedige Moeders geweest is. Jij bent zelf verslaafd geweest aan gokken. Wat doet dat met een mens? Ja, ik denk een...
een heleboel. Dus ik ben 10 jaar geleden gestopt. Maar de vraag is natuurlijk dan of je dan ook niet meer verslaafd bent eigenlijk. En ik denk dat ik het nog steeds ben. Alleen ik gebruik niet meer. Maar ik kan dat dus nooit meer doen. Dus het doet nog steeds wat met me. En door het geven van voorlichting ben ik er ook nog steeds mee bezig, zeg maar. Ik heb met mijn mond open zitten kijken. Want iemand met een verantwoordelijke positie, directeur van een school, gokt gewoon stiekem door alle geld weg. Pikt geld, mag ik dat zeggen? Ja, het is toch ongelooflijk. Wat gebeurt er dan in je hoofd? Nou, ik denk dat is verslaving. Dus dat gaat daar door alles heen. Zo sterk kan dat zijn. En we zien het ook bij de anonieme gokkers bij de groepen. Alles loopt door elkaar. Dus dan voor verslaafde mensen geldt status en baan en werk niet, want ze zijn verslaafd. En dan doe je wat op dat moment op je pad komt. En ja, bij mij was het een school. En bij iemand anders is het niet een school, maar misschien weer wat anders. Ja. Of zo. Ja. Jawel, maar het is ook zo indrukwekkend dat je zelf ook wel voelt, ik kan zo niet verder. Maar je moet weer gokken. Wat is dat toch? Ja, verslaving maar. Ja, ik kan dat niet mooier maken dan dat. En op een gegeven moment zit je ook vast. Je weet ook niet meer hoe het anders moet. En je kunt er ook niet uit. Want ik kon niet meer naar mijn vrouw, voor mijn gevoel. Ik kon niet naar mijn ouders stappen. En zeker niet naar mijn baas. Want mijn vrouw zou weggaan. Mijn baas zou me ontslaan. En dan zou alles instorten. En dus gaat het door. Wist jouw vrouw er iets van? Ja, want toen wij elkaar leren kennen heb ik haar... Dat was de eerste aan wie ik ooit vertelde... Ik heb een probleem. Ik heb last met gokken. En ze heeft er altijd goed op gelet. En ze lette ook op onze rekening, maar natuurlijk niet op de rekening van school. Dat was ook het contrast. Ze zei van, wat fijn dat je niet meer speelt. Kijk eens naar onze rekening. Maar ja, dat stond in geen verhouding met wat er verdween bij school. En ik hield het in stand, ja. Ja, en toen moest ze horen dat eigenlijk alles mis was. Wat gebeurde er toen? Ja, het gekke is dat het bij mij daarna eigenlijk best snel beter ging. Want ik was zo gelukkig dat mijn geheim eruit was. Maar ja, natuurlijk zit mijn vrouw daarna wel met de schade. En die heeft natuurlijk jaren geloofd in een man die niet meer speelt. Dus er viel ontzettend veel narigheid en heel veel te repareren. Ook op binnen onze relatie. Ja. Maar het is wel gelukt. Ja, gelukkig wel. Het is eigenlijk een wonder. Maar je bent nu volop bezig om mensen te waarschuwen. Maar zijn ze wel te waarschuwen? Ja, tenminste, ik geloof heel sterk in toch dat je wel mensen moet vertellen dat dit soort dingen gebeuren, dat het bestaat. En dan gaat het niet om mijn verhaal, maar mijn verhaal misschien als voorbeeld voor heel veel andere verhalen. En ik vind het belangrijk ook zeker dat de jeugd met het naderende legale internetgokken, dat ze weten, oké, dat bestaat, dat kan leuk zijn, maar niet voor iedereen. En het is een risicovol iets. En ik zeg niet, ik heb het nooit gehoord op mijn 16. Ik weet niet of het dat toen geholpen had, maar ik vind het wel belangrijk. Dan, als je nog nooit gegokt hebt, valt er iets te kiezen. En als je daarin vast zit, valt er niks meer te kiezen. Nee, er valt er gewoon niks meer te kiezen. Hè? Maar hoe reageren ze op jouw verhaal? Misschien wel jongelui die ook al bezig zijn. Ja, toch wel. Toch, het raakt wel. Het komt wel binnen. En we zijn er wel voorzichtig mee. Ik zeg het ook altijd, het gaat niet om mijn verhaal. Het is zomaar een verhaal eigenlijk. En kijk uit. Het is gewoon tricky. En dus doe voorzichtig, bezint eerder, begint, dat soort dingen eigenlijk een beetje bijna clichés haast. Maar ja, het is wel belangrijk dat ze weten, denk ik. Dus ik geloof heel erg in voorlichting. Ja. Ja, zeker. Maar hoe behendig kun je zijn in het gokken? Is het een behendigheidsspel? Nee. Nee? Alleen maar gokken? Ja, je kunt niet goed zijn in gokken. Want als wij samen met een dobbelsteen gaan gooien, weten wij allebei niet wat het gaat worden. Wij kunnen niet goed worden in een 3 gooien met een dobbelsteen of 6. Of een heer, een harte heer uit een kaartspelletje halen, dat kunnen we niet. Nee. En zo zit gokken ook in elkaar. Ja, dus gokken en gamen, dat is gewoon alleen maar geluk hebben. En zelfs dat heb je niet. Nee, uiteindelijk niet, want het zit zo in elkaar. In the end, the house wins, zeggen ze wel eens. En dat, zo zit een casino natuurlijk in elkaar. Ja, ja, ja. Er is één partij die wint. En dat kan, als je een keer een avond gaat, is daar waarschijnlijk niet zoveel mis mee. Maar er zijn best veel mensen die dat niet kunnen. Dat worden 2 avonden en meer. Kun jij nog eens een avondje gaan? Nee. Nee? Nee. Ik nooit meer aan beginnen? En soms vind ik dat dan wel eens een beetje, klein beetje jammer. Ja? Nee, ik moet het niet meer doen. Nee. Nee. Zoals de oud-alcoholist ook niet toch 1 glaasje wijn moet gaan drinken. Nee. Dat moet niet. Wat bieden jullie pas op gamen en gokken?
Met ons bedrijfje lichten we voor op scholen en zoals nu bij de moedige moeders aan ouderverenigingen en ook zelfs bij casinopersoneel geven we ook trainingen van kijk uit. En altijd zetten we de mens voorop. Het zijn mensen die dit doen, dat is belangrijk. En niet verslaafden, het zijn mensen met een eigen verhaal. En kan zo iemand met zo'n eigen verhaal jullie ook benaderen? Zo van, ik word gek, ik kan het niet meer? Ja, want we weten wel de weg. We hebben heel veel gokkers ook gesproken. We spreken wekelijks ook gokkers, gokverslaafde mensen. En heel veel mensen zijn gestopt op verschillende manieren. En we hebben de manieren wel, wij weten ze. En bij elk mens past een manier, daar geloof ik heilig in. Het is nooit te laat. Feiten, ik kan me zo voorstellen dat mensen denken, niemand mag het weten. Maar hoe belangrijk is het om uit de anonimiteit te komen en eerlijk te zijn? Nou, dat is het grootste goed en dat is misschien ook al wat ik de gokverslaafde mensen of verslaafde mensen het meest gun. Dan kun je delen en dan is het eerlijk en dan hoef je niet meer te liegen. Ik hoef nu nergens meer om te liegen en dat is zo fijn. Ja, maar je moest wel met de billen helemaal bloot. Daar moet je wel doorheen, maar dat levert er uiteindelijk zoveel op. Want dan vind je weer de kracht bij de mensen om je heen. Met de echte mensen, weer echte kracht. En niet de fake wereld van het gokken en van de leugens. Want die leugens die krioelen om elkaar heen draaien. Het wordt één grote knoop waar je niks meer mee kan. Dus je raakt jezelf kwijt. Toto en dergelijke is legaal en is van de staat. Hoe denk jij daarover? Ja, ik ben ook niet tegen het principe gokken. Alleen ik ben wel heel erg tegen het principe, tegen de reclames daaromheen, de manier waarop ze het aanbieden. En Koning Toto wordt aangeboden met een rapper. Waarvan een commissie heeft gezegd, nou, dat is niet gericht op de jeugd. En dan denk ik, denk na. We zetten een rapper in, onze staat huurt een rapper in die reclame maakt voor de Toto. En ze zijn heel trots dat ze zoveel duizend nieuwe leden hebben. Het spoort niet met elkaar, het klopt niet. En ook wat ik moeilijk vind is dat de staatsloterij het woord zegt dat is van onze staat. De Holland casino's zijn van onze staat der Nederlanden. Dus wij als samenleving bieden dat gewoon aan. We maken daar reclame voor. Diezelfde staat moet ook de zorg voor de verslaving bijvoorbeeld betalen. En in mijn hoofd komt dat niet recht met elkaar. Aan de ene kant spoor je mensen aan om te gaan gokken. En aan de andere kant probeer je het af te remmen. En dat is een spagaat die niet klopt. Spakenburg Nu is in zijn geheel nog tot 11 uur vanavond te zien. Elk uur bij de Los en natuurlijk ook op YouTube en Facebook. Zaterdag zijn we er weer met de weekendeditie van Spakenburg Nu. Ik wens u nog een hele fijne dag.